voornamelijk mee bezig? Tegenwoordig ben ik eigenlijk voetbalspelersagent in het voetbal. Ja, wij managen eigenlijk de carrière van sporters en dan vooral voetballers. In alle gebieden die noodzakelijk zijn, die wij belangrijk achten voor de spelers. Ben je daar onmiddellijk ingerold nadat je beslist had van te stoppen? Want we weten allemaal, je bent in heel moeilijke omstandigheden moeten stoppen. Ik denk dat het mentaal waarschijnlijk op dat moment heel erg moeilijk was om te weten wat je ging doen. Hoe ben je daar eigenlijk toe gekomen? Ja, absoluut. Het was een hele moeilijke periode. Hè. Je bent er niet op voorbereid. Om die reden dat het te vroeg kwam. En dan houd je nog niet rekening met een na-carrière fase, weet je, of wat dan te doen. Dus nee, ik heb eigenlijk een tijdje eigenlijk echt gezocht in mijn leven van wat nu te doen. En ja, op een moment kwam die zin om terug iets in het voetbal te doen. Tegenwoordig doe ik dat management eigenlijk met een vriend van mij van toen, Yama Sharifi, waar ik vroeger mee bij Ajax heb gevoetbald. En, die was daar ook al een beetje mee bezig en op een moment hebben wij de handen in elkaar geslagen om ervoor te kiezen om dit te gaan doen. Ja. Mis je het actieve voetbal? Ik kan me voorstellen eigenlijk van wel. Ja, soms, maar dat valt eigenlijk heel goed mee. Het wordt heel erg gecompenseerd door er mee bezig te zijn met het voetbal en het feit van er mee bezig te zijn, ja, heft dat wel een beetje op. Het feit dat je het gemis wordt wel een beetje opgegeven zo. Ja, ik vind het eigenlijk echt super leuk wat ik doe. Heel fijn ook om mijn ervaring te kunnen delen, ook met jonge spelers bijvoorbeeld. Dat wij ook veel met de jeugd bezig zijn en ja, dus dat is heel fijn. Wat zijn dan eigenlijk de belangrijkste adviezen dat je jonge spelers geeft die aan het begin staan van een carrière willen? Als je iemand gaat recruteren, wat zijn eigenlijk de zaken waar jij je dan op concentreert of de dingen die jij vertelt, waardoor een jonge speler eigenlijk succesvol zou kunnen worden, niet alleen tijdens, maar ook na zijn carrière? Ja, er zijn veel aspecten die erbij komen kijken. Hè. Het is eerst nog de ontwikkeling. Proberen wij sportief toch ook te coachen, omdat we toch wel, ja, denk ik, over de juiste voetbalkennis beschikken om een speler te helpen naar een hoger niveau te tillen. En vanaf dat de speler succesvol wordt, komen er heel veel dingen bij kijken die belangrijk worden voor hem. Hè. En het zijn ook dingen die je zelf herkent, dus ik denk dat dat een groot voordeel is. De contracten, sponsorcontracten, het geld dat erbij komt kijken, de beroemdheid, de bekendheid, de druk, de media. Ja, allemaal dingen waar je de speler mee helpt mee om te gaan en die je probeert voor hem in goede banen te leiden. Oké, dankjewel. Super.